dat jullie weer kijken naar deze vlog. Vandaag zijn we op een PSVR evenement. En dat houdt dus in dat wij aan de slag gaan met de virtual reality headset. Ik ben hier met Greg. Camera daar. Greg, Willy en Raymond. En wat gaan we vandaag zien? Dat weten we nog niet. We weten niet welke spellen we gaan spelen. Greg zei net al, welke game ben jij benieuwd naar? Robinson The Journey, dat lijkt me wel super gaaf. The name of the game is Let's Not Get Squashed. Robinson The Journey was zo'n trailer met echt van die fucking zieke dinosauriërs en zo'n gekke eye-cam of zo. Die dat volgt ook. Ja. Ben ik ook benieuwd, het zou leuk zijn als die er is, maar we gaan het zien. En we gaan jullie even meenemen op deze reis. Hallo, 91, 7 AA. Robinson's Journey staat er dus bij. Je kan hier de selectie zien. Het is Drive Club. Oh, nu kunnen we het niet meer zien. We hebben hier dus Drive Club, PlayStation VR Worlds, Battlezone stond er. Wat stond er dan meer? Valkyrie. Oh ja, Valkyrie, Rush Blood en Robinson's Journey. Die ga jij doen natuurlijk. Ga die ook wel doen. Dat is wel cool. Hoi. Hoi. Anita. Wat was je hier? Ben je zonder? Ja, ik ben vlogger ook. Je bent vlogger? Ja. Moet ik ook weer mijn schoenen moeten. Ja, wil je dat spelen? Nee, ik niet. Oké. Yes. Deze knop maakt jullie bril groter, de omtrek van uw hoofd groter en kleiner. Ja. Hier rechtsonder zit nog een knop, dan zet u de bril verder weg en dichterbij. Oké. Dus ziet u dit niet helemaal scherp, zet u hem iets verder weg, wordt hij scherper. Oké. Ja? Je kunt uw bril gewoon ophouden, daar is de bril voor gemaakt. De virtual reality bril die is erop gebaseerd ontworpen dat u de bril gewoon op kunt houden. Oké. We gaan beginnen met een kleine demo. Het kan zijn, omdat uw hersenen zeg maar niet gewend zijn aan een virtual reality bril, dat u zich op een gegeven moment een beetje misselijk op draaien gaat voelen. U weet mijn naam. Wat ook kan, hand omhoog. Ik let heel goed op uw hand omhoog. Ik ben direct bij u. Ja, is goed. Ja? U krijgt ook een koptelefoon op, dus u zult echt een compleet andere wereld gaan begeven straks. Oké. Na de demo is er nog tijd om een spelletje te gaan spelen. Die gaan we u dan uitleggen. Oké. Ja? Ja, klinkt goed. Kijk de bril bij u opdoen. Oké. Komt ie hoor. Oké. Oh ja, zo. Oké. Met uw duim. Daar. Ja, oké. Kan die verder weg en dichterbij? Ja, zet je. Ja, dat is beter? Ja. Nou, goed. Ga ik Oh, dit is wel echt heel gaaf, zeg. En je zit in een compleet andere wereld, hè? Ja, je bent gewoon niet, hier. Nee, dus wij zien op het beeldscherm, op de televisie, zien wij precies wat u ook ziet. Alleen dan niet in 3D. Oké, ja. En dit is ook nog 3D inderdaad. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik weet niet waarom. Dat is wel logisch natuurlijk, maar... U gaat het straks in de zee bevinden, in de oceaan. Ja. U kunt uw handen uitsteken, maar het zal niet helpen. U kunt niet visjes vangen of zo. Ja. Geen... Nee, het is niet zoals vroeger toen we klein waren in de bioscoop, nee, helaas. Dus, nee. Okay. Komt-ie, ja? Ja. Wauw, het is wel echt... echt heel mooi. Sweat. There's been no claims, good. Here, make yourself useful. Fuck me!
Oké, we hebben dus net allemaal de PlayStation VR uitgeprobeerd. Ik ben best wel positief, maar de reacties zijn op zich een beetje verdeeld. Want Raymond die is niet helemaal overtuigd. En ik ben wel eigenlijk overtuigd en jij zit een beetje tussen misschien. En wat vind jij ervan? Ik vind het ook wel leuk, maar het kan er wel veel verbeteren. Ja, het is nog niet, de kwaliteit van sommige games is gewoon niet helemaal there. Maar het coole hieraan is wel zeg maar dat je echt gewoon in de game zit. En dat is wel wat je wilt als je VR speelt. En ik kan misschien een vergelijking maken voor als je een bril hebt en je zet lenzen op. Dan opeens zie je alles full HD. En bij deze VR is het eigenlijk zo van op het moment dat je die bril opzet, dan zit je gewoon in de game. Je ziet alleen maar game, je ziet geen omgeving meer. Dat vind ik zeg maar tof eraan. Dat vind ik sowieso wel het gaafste puntje wat erbij zit. Ja, dat vind ik ook. Welke games hebben we gedaan allemaal? Ik heb Drive Club gedaan, VR, een spelletje heet The London Heist en een soort van demo die liet zien wat een soort van het mooiste is wat je kan hebben in PlayStation VR. Het was soort van in een deep sea shizzle. Welke games heb jij allemaal gedaan? Ik heb de Robinson gedaan, maar dat was voor heel korte duur eigenlijk. Want, yeah. Ik ging niet verder dan de boom klimmen, dus dat kon ik niet doen. Nee, dat had ik ook nog gedaan. Ik kwam bij die boom aan en ik kon voor de rest niks doen, hè? Nee. Dat was een beetje jammer. Nou, toen gelukkig ging dan met iemand naar me toe en die zei van nou, hij gaat niet verder dan dit, dus stop maar gewoon. Yeah. En de Battlezone heb ik gespeeld, dat vond ik wel geinig. Maar daar kreeg ik een beetje hoofdpijn van en de camera ging een beetje vreemd. En wat voor spel was dat, Battlezone? Battlezone was met een tank. Ja. Yeah. En dan kon je een tank rijden en dingetjes schieten. Maar dat was niet heel bijzonder eigenlijk. Hetzelfde wat de jongen nu aan het spelen is. Ik voel deze zoals je het nu ziet, maar in de game met de bril zie je dat niet super kwaliteit. Nee. De game ziet heel lelijk uit. Ja, dat is toch wel jammer. Okay. Dus ik denk dat dat voor hun sowieso wel een beter puntje is. En misschien met de PlayStation Pro dat het dan wel beter zal zijn. Ja. Maar dat is afwachten. Okay. Bound by Blood vond ik wel heel gaaf met schieten in een karretje. Okay. Als je in het circus bent en je rijdt in een aan een horrortrein. Okay. En dan moet je allemaal gekke poppetjes neerschieten. Dat vond je de leukste dan, denk dat je? Dat vond ik het leukste, ja. Okay. Ik vond ik dan nogal leukste, denk ik. Die van Raymond ook leukste, die heb ik dan weer niet gedaan, dus kan ik niet over mee praten. Heb jij die ook gedaan? Die heb ik ook gedaan, die was wel cool. Ik heb hem met VR Move, met die Move Sticks. Dat was het leukst. Oké, okay. En welke games heb je nog meer gedaan? Ja, dat was eigenlijk het enige stuk. Oké. En dan de algemene demo. Oh ja, oké. Okay. Wat vond je daarvan? Die was ook wel cool. Oké. Okay. Ja, voor meest realistisch. Ja, die was, ook die was mooi. Die was het mooiste. Gemaakt. Met die haai was gewoon wel. Ja, dat was gewoon de pixels in je gezichtsveld. Ja, klopt. Maar je had zo'n haai die kwam naar je toe en die ging een soort van je kooi kapot maken. En dat was wel gewoon. En je voelt ook de spanning een beetje op je af. Ja, hè? Ja, het is ja. Het is wel heel erg meeslepend. Ja, klopt. Vond ik ook. Ja. En jij, wat vond jij? Hater? Nee hoor. Als jij voelde dat we tegengewicht hebben. Ja, ik vond het wel lauw, maar het is. Ik weet niet, ik had wel last met het scherpstellen en zo op mijn hoofd. Ja. Ik had niet helemaal lekker hier zo, heel veel druk hier zo. Hmm. En ja, je moet echt precies zo'n goede hoek hebben dat die dan lekker zit en goed scherp is gesteld. Maar ik kreeg hem gewoon niet goed. Dat was een beetje. Ja, ik denk dat de ervaring dan ook wel een beetje. Ja, dat haalt het wel naar beneden hoor. Ik zat de hele tijd echt zo dingen om beneden te duwen. Ja, ik zat ook wel veel te handen ermee. Ik zat ook zo kijken, mijn controller. Dus ja, het is een beetje. Nou ja, kijk, het zit zeg maar niet perfect op je hoofd totdat je echt voor jezelf hebt gevonden van hoe zit die het lekkers. Want bij de ene, want ik heb wel drie verschillende apparaten ervan gezeten. En de eerste had ik niet wazig, maar zat die ook niet echt lekker. Bij de tweede zat die wel echt lekker. Toen had ik gewoon erg last, want toen kon ik staan, bewegen en ik zag alles scherp, niks wazig. En bij de derde, daar was hij de hele tijd wazig rechtsboven. Dat dan is het wel echt gewoon niet leuk als je niet helemaal in zit. Nee. Dus maar ik ben best wel positief. Eigenlijk, ik ben wel gewoon overgehaald. Ik heb ook nog een andere game gespeeld waar ik niet over mag praten. Dus dat ga ik wel doen als die uit is. En dan ga ik het wel doen. En ik ben wel uitsluitend positief. Ja, Drive Club was ook wel leuk. Drive Club vond ik maar ook wel we echt leuk. Maar realistisch rijden, want we gaan lekker naar. Inderdaad. Ja, nee, ik vond het niet leuk. Helemaal vond het niet leuk, maar maakt niet uit. Nou, bedankt voor het kijken van deze video. Like even als je hem leuk vond. En abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Later. Bye.